Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Nou, de feestdagen zijn in het vooruitzicht en in deze periode wil je misschien wel iets heftiger en opvallender en feestelijkere ooglooks maken. Misschien voor kerstborrels, maar ook misschien gewoon voor het kerstdiner thuis. En toen dacht ik meteen aan nepwimpers. Nou, zoals je misschien al weet hadden Tara en ik wimper extensions en daar waren we echt heel erg dol op. Maar daar zijn we begin dit jaar eventjes mee gestopt omdat we eventjes onze ogen en wimpers wat rust wilden geven. Dus de afgelopen paar maanden hebben we eigenlijk alleen mascara gedragen. Mocht je trouwens nu iets opvallen, ik draag nu inderdaad geen mascara. Dus zo ziet het eruit als ik geen mascara draag. Dus ik had iets van, nou ja, misschien als de feestdagen er zo meteen aankomen, dan zou ik op zich alweer gewoon die volle look op mijn wimpers willen hebben. Dus dan zijn nepwimpers misschien een optie voor mij. Nou, dan moet ik je eerlijk toegeven, ik ben echt een ramp in het plakken van nepwimpers. En ik draag die daarom eigenlijk ook gewoon nooit, want die blijven gewoon bij mij nooit zitten. En ik krijg ze überhaupt er nooit op. Nou, heb je misschien wel online gezien en op YouTube dat er dus tegenwoordig magnetische wimpers bestaan. Nou, daar was ik echt heel erg benieuwd naar. En toen kwam ik daarna erachter dat er ook weer iets ander soort magnetische wimpers zijn. Die namelijk werken met magnetische eyeliner. En toen dacht ik, hey, dit is wel heel erg leuk. Want deze combinatie die leek mij nog net ietsje makkelijker dan de magnetische wimpers. Nou, ben je benieuwd naar de magnetische wimpers die werken met een boven- en onderkant? Dan heeft mijn zus Serena daar al een keer een review over gemaakt. Ik zal die eventjes in het i'tje linken. En in deze video ga ik een setje reviewen die ik heb besteld waarin een magnetische eyeliner zit en magnetische wimpers. Nou, dit is het setje. Ik heb deze besteld op bol.com, maar die werd weer verstuurd vanuit een andere webshop. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon deze even gaan openmaken. Kijken wat er allemaal in zit. Dit is wat in het setje komt. Het ziet er heel erg mooi uit, want het is allemaal gewoon met rose gold. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan komt hier ook nog een papiertje bij. En hierop staat wat informatie. De ingrediënten staan hierop. En op de achterkant staan ook de tips. Hoe je ze moet aanbrengen en ook hoe je ze weer moet verwijderen. Verder in dit setje heb je als eerste hier bovenaan. Het is een soort van speciale, ja, pincet. Maar een speciale voor bedoeld om, denk ik, de wimpers dus mee aan te brengen. Want hij heeft een bepaalde curvy aan de bovenkant. Hebben we hier het potje met de eyeliner. En dat is gewoon als het goed is een zwarte eyeliner. Die heeft een heel dun klein puntje. Dus daar kunnen we hopelijk een hele mooie precieze lijn mee maken. Ik moet je eerlijk toegeven dat ik de laatste tijd eigenlijk helemaal geen eyeliner meer draag. Dus ik hoop dat ik hier ook een beetje een dun lijntje mee kan maken. Zodat die niet, zeg maar, te zwart en vol is. Want ik draag dat gewoon de laatste tijd niet echt meer. En als allerlaatste hebben we hier het rondje. En hierin zitten natuurlijk, althans daar ga ik vanuit, de wimpers. Die zien er zo uit. Met een mooi spiegeltje. Dus dat is wel echt heel erg fijn om te hebben. En ik vind deze wel echt heel erg mooi. Ze zijn heel erg fluffy en best wel natuurlijk, maar wel heel erg lang. Dus ik denk dat dit wel een hele mooie lash is voor een feestelijke look. Alright, ik heb heel eventjes off-camera de allergietest gedaan. Dus hier heb ik gewoon een klein beetje van de eyeliner hier op mijn arm gesmeerd. Om te kijken of daar iets van een allergische reactie van zou komen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat normaal niet zo heel erg doe met bepaalde producten. Maar aangezien het deze keer om mijn ogen gaat en mijn ooglid, wat best wel een gevoelig en dun stukje huid is, dacht ik, ik ga gewoon even verstandig zijn en het wel doen. Nou, het ziet er goed uit, want ik heb geen allergische reactie. En wat mijn eerste opmerking ook al meteen is, is dat de kleur er heel erg goed gepigmenteerd uitziet. Lekker goed zwart. Dus daar houden we natuurlijk van als het om eyeliner gaat. Het is trouwens echt super lang geleden dat ik eyeliner heb aangebracht. Ik ben benieuwd of ik het nog kan. Mijn allereerste indruk is dat je echt best wel makkelijk deze eyeliner kan aanbrengen. Ik vind het lijntje echt heel erg netjes geworden. Het enige is dat ik, zeg maar, normaal in de hoekjes niet zo heel veel eyeliner aanbreng. Omdat ik dat toch niet zo heel erg belangrijk vind. Maar in dit geval wil je natuurlijk dat de wimpers ook aan de binnenkant blijven plakken. Dus ik moet toch wel even iets meer product aanbrengen. Dus ik hoop dat het daar niet te dik gaat worden. Eerste oog is gedaan. En ik ga nu gelijk even verder met het aanbrengen van de wimpers. Want ik las net in de tips dat je niet helemaal moet wachten totdat de eyeliner helemaal gedroogd is. Wat ik wel een beetje apart vind. Want ja, straks, ja, ik weet niet. Het lijkt me gewoon een beetje raar dat je niet, dat de eyeliner nog niet helemaal droog moet zijn. Maar goed, hij is niet kletternat en hij is ook nog niet droog. Dus ik denk dat we hem nu al gewoon moeten gaan aanbrengen. Meestal moet ik wimpers wel knippen, omdat ze vaak iets te groot zijn voor mijn ogen. Maar in dit geval ga ik het eerst nog eventjes zo proberen. En ik denk dat ik gewoon eventjes dit ding gebruik. Ik moet hem een klein beetje zo
ja, wiebelen, zodat de band ietsje zachter wordt en iets beter naar de vorm van je oog kan vormen. Nou, ik weet niet zeker of ik nou echt iets heb gedaan. Hij blijft een beetje aan mijn nieuwe pincetje plakken, omdat hij blijkbaar dus ook magnetisch of van metaal is. Alright. Oeh. Oh, dat kan ik toch met mijn hand doen. Ik heb een beetje van die eyeliner op mijn wimper gekregen. En daar bleef hij aan vast haken. Of aan vast plakken eigenlijk. Hoe noem je dat? Oh, sorry. Ik loop hier helemaal te blokken met deze spiegel. Hoe ziet het eruit? Als ik nu zo op de viewfinder kijk, dan ziet het er echt intens uit. Ik voel ze wel heel erg zitten, omdat die volgens mij net iets te groot is. Ik denk dat ik zeker één magneetje eraf kan halen. En ik zie dat hij hier in het midden nog niet helemaal plakt. Maar ik denk dat het komt omdat hij gewoon... Oh, mijn ogen gaan tranen. Als ik dan net het laatste magneetje eraf afknip. Lol, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik heb nu de wimper dus weer eraf gehaald. Maar ik zie dat op de plekjes waar de magneetjes op de eyeliner zat, dat daar de stukjes eyeliner eraf is gegaan. Dus ik heb nu echt zo'n soort van streepjes eyeliner op mijn oog zitten. Dus daar plakt die uiteraard natuurlijk nou niet meer. Oké, nou ik ga gewoon het allerlaatste stukje waar dus net de magneet zit, die ga ik eraf knippen en die ga ik niet weggooien of zo. Dat bewaar ik, want misschien kan ik dat kleine stukje ook wel gewoon gebruiken wanneer je gewoon net een beetje soort van aan de uiteinde wat extra volume wilt. Of ik zou eventueel dit magneetje eraf kunnen halen en dat weer op de band plakken, zodat hij nog net iets meer magneetjes heeft. Dus ik heb hier een klein stukje eraf. Nu bewaar ik eventjes in het doosje. En dan houden we dit over. En dan ga ik wel even opnieuw de eyeliner aanbrengen, want die is er dus net van afgegaan. Okidokie, poging 2 met een iets kortere wimper. En ik ga hem nu gewoon maar eventjes in mijn hand houden. Dan voel ik net ietsje makkelijker. Oké, daar zit hij. Oh my god. Het is serieus echt zo makkelijk gegaan. Ik zie ze wel een beetje zitten ook. En ik voel ze ook heel erg zitten. Vooral hier aan de binnenkant. Dus ik twijfel of ik deze nog eventjes iets beter moet aanbrengen. Maar hoe staat het? Ik ga nog eventjes van de andere kant ook een klein stukje afhalen, zodat hij iets korter is. En dan ga ik ze gewoon allebei aanbrengen en dan laat ik jullie even het resultaat zien met natuurlijk beide ogen. Alright, nou dit is de look met beide wimpers op. En ik moet zeggen, als ik nu mezelf zie, het is echt intens. Ik voel me helemaal glam en feestelijk en wat dan ook. En dat alleen door een paar wimpers natuurlijk op mijn ogen. Maar ze zijn wel best wel aanwezig, denk ik. Dat we allemaal met elkaar eens kunnen zijn. Maar als ik ze zo zie, ik vind ze wel echt heel erg mooi. Ze zijn lekker gewoon een beetje... Ze zijn best wel natuurlijk, maar wel gewoon duidelijk van oké, dit zijn wel een soort van nepwimpers. Maar ik vind dat in combinatie met bijvoorbeeld een hele mooie glitterige smoky eye voor de feestdagen, voor andere feestjes, hoeft natuurlijk niet alleen te zijn voor kerst, vind ik ze wel echt heel erg mooi en het resultaat is wel echt gelijk gewoon wauw. Nou, ik ben super benieuwd hoe deze wimpers natuurlijk blijven zitten voor de rest van de dag. Ik heb gewoon nog eigenlijk een hele werkdag te gaan hier. Ik ga gewoon eventjes over een paar uurtjes weer een check-in met jullie doen om te zien hoe ze er op dat moment nog op zitten en hoe het aanvoelde en dergelijke. Nou, we zijn inmiddels een paar uur verder en ik merkte op een gegeven moment dat hier aan deze kant het binnenste gedeelte van de wimper heeft losgelaten. Kan je het zien? Ziet helemaal dat die los is en dat dus daar ook de eyeliner weg is. Ik ga even kijken of dat stukje, dat kleine stukje gewoon op te lossen is door gewoon een klein beetje van de eyeliner weer toe te voegen. En om dan te kijken of ze weer gewoon goed blijft zitten. Omdat het puntje wel dun is, kan ik wel gewoon gemakkelijker onder langs en weer aanduwen. Ik heb weer een klein beetje van de eyeliner in de hoekjes aangebracht, zodat het sowieso qua kleur opgevuld is. En ik heb dan weer de wimper teruggeduwd. Nu moet ik wel zeggen dat ik niet 100% zeker weet of die echt weer heel erg goed dat magnetische gedeelte pakt. Maar het lijkt er een beetje op alsof ik de wimper iets meer naar voren had moeten nemen, zodat die eerder al die curve maakt en dat hij nu niet dat hoekje kan maken omdat daar een magneetje zit. Ik weet het niet 100% zeker. Op zich ziet het er gewoon wel heel erg netjes uit en heb ik niet zeg maar een wimper half van mijn ogen afhangen. En denk ik dat je hier zeker nog wel gewoon mee door kan gaan. Ja, ik zou zeker wel de eyeliner gewoon mee op stap nemen
als je de deur uit bent wanneer je deze wimpers draagt. Nou, ik vond het super leuk om deze magnetische eyeliner en wimpers uit te proberen. En ja, ik ben er eigenlijk best wel gewoon tevreden over. Mocht jij, net zoals ik, gewoon af en toe een wat flinkere wimper op willen doen met bijvoorbeeld een feestje of iets anders speciaal, dan denk ik dat deze nepwimpers een hele leuke aanwinst kunnen zijn in je beauty stash. Want ze zijn echt gewoon super makkelijk om aan te brengen. En qua budget, qua geld, valt het ook wel heel erg mee hoeveel je hier aan kwijt bent. Dus ik denk dat dit wel een hele leuke gadget is eigenlijk om te hebben. Maar mocht je nou bijvoorbeeld elke dag zulke flinke mooie wimpers willen hebben, dan denk ik dat je misschien toch iets makkelijk uit bent als je gewoon voor de wimper extensions gaat. Want die zitten gewoon echt goed vastgelijmd. Die blijven gewoon op zitten. Zeker voor een paar weken. Dus dan denk ik dat je daar net iets makkelijker mee bent. En ook vooral als je bijvoorbeeld wimper extensions zou willen hebben als je op vakantie gaat. Maar gewoon als je wil gaan voor af en toe, zoals ik net al zei, voor een keer een feestje, dan is het denk ik wel heel erg leuk om een keer deze magnetische wimpers uit te proberen. Vooral als je net zoals ik niet heel erg goed bent in het aanbrengen van lijm. En dan natuurlijk de nepwimpers. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jouw mening is over deze wimpers. Vind jij het top? Vind je het een flop? Vind je het wat anders? Laat het me eventjes weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie en wat je vindt van de look, hoe ze nu staan. Vergeet natuurlijk ook niet een duimpje omhoog te geven voor deze video en je natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel snel weer in de volgende video. Doei doei!